en groot meer bekendgemaakt. En er kan dan vanaf vanmiddag gestemd gaan worden tot 10 november als de uitreiking is. En zowel de vakjury weegt de winnaar mee als het aantal stemmen. En daaruit wordt dan uiteindelijk de winnaar gekozen. Ze moeten met 10 producten aan de slag. We hebben een selectie gemaakt met vooral nieuwe en leuke producten. Dus dat zit een pasta bij, er zit een verse vis bij, de vis van de maand. We hebben onder andere van Bortini een plaat waar je van alles mee kan doen. Van zicht tot hart of tot vis en vlees en groente, wat je maar wil, pannenkoekjes. Ik denk dat ik gewoon ook, ik ben genomineerd voor wat ik doe. Dus ik denk dat ik ook gewoon lekker doorga met wat ik doe. En de feestdagen komen natuurlijk aan. Dus ik ga denk ik heel veel lekkere wijntjes alvast voorproeven. En alvast kijken wat er voor komend seizoen wat ik allemaal ga maken.